Dit is het DRTV nieuws van donderdag 3 mei, met vandaag. Zandweert in teken van schoolvoetbal. Deventer zet in op studentenhuisvesting. En energie voor en door Deventenaren. Over sportcomplex De Zandweert renden dinsdag en woensdag vele Messi's en Ronaldo's rond tijdens de 77e editie van het Deventerse schoolvoetbaltoernooi. Er deden maar liefst 94 jongens- en meisjesteams mee, onderverdeeld in de leeftijdsklassen van 8 tot 10 en van 10 tot 13 jaar. En met veel enthousiasme streden de vele jonge voetballers om een plek in de finale. Ja, het gaat wel goed met voetballen. En we hebben tot nu toe goed gespeeld. Een beetje. En ik heb veel doelpunten gemaakt samen met mijn team. En ja, we kunnen sowieso nog tweede worden van de hele pool. Een super team, hè? Dat hebben jullie net al gezien hier. Ja. Jullie hebben ze misschien zien voetballen. Zijn sportief de beste. Ja. En ze winnen veel partijen. Maken het altijd spannend, attractief voetbal. Het publiek vindt het ook fantastisch om ze te zien spelen. En het is een hele goede ploeg. Hè? Je hoeft als coach bijna niets te doen. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, erg goed. Als je kijkt, hebben we hele goede resultaten gehaald. We hebben wel twee keer verloren. Maar dat was ook een beetje pech. Maar dat kan gebeuren natuurlijk. Maar als ze hun best doen, dan zijn ze onoverwinnelijk. We worden kampioen! Hey! Hoe gaat het tot nu toe? Wel goed. We hebben alle wedstrijden tot nu toe gewonnen. Wat komt hierna nog? We moeten om 10-1 nog een keer de halve finale. En als we dat winnen, de finale. Heb je zelf al wat gescoord? Ja, 5 doelpunten. Hoe zijn de tegenstanders? Sommigen zijn slecht, sommigen zijn wel goed. Maken jullie kans op de finale? We zitten aan de finale. Oké, gefeliciteerd. Hoe ga je dat aanpakken? Wat ga je anders doen? Ja, we gaan goed samenspelen. We moeten gewoon positief blijven, sportief zijn en ons ding doen. Veel succes. Het gaat fantastisch. We hebben de zon mee. Geen regen, alleen gisteren morgen een klein buitje om 8:30. En de rest is mooi, dat zien jullie. Wat verwacht u van de wedstrijden? Nou, we hebben om 2:00 hebben we de finale. Dat noemen wij de grote finale. Want dat is de B-afdeling, dus van 10 tot 13. En dat moet een leuke wedstrijd worden. En de kleintjes die zijn al bezig. En in de finale stond dorpsschool Badmen tegenover basisschool Rivierenwijk, de winnaar van vorig jaar. Op fanatieke wijze en met hier en daar een overtreding probeerden de teams elkaar te slim af te zijn. Toch werd er niet gescoord en moest de wedstrijd beslist worden met penalties. De uiteindelijke winnaar was dorpsschool Badmen. En daar waren ze erg blij mee. Beide finalisten zullen Deventer volgende week vertegenwoordigen tijdens de regiofinales in Eerbeek en Winterswijk. En bij de meisjes in de leeftijd van 10 tot 13 jaar won basisschool De Rivierenwijk. De gemeente Deventer heeft een drietal bedrijven uitgekozen die het tekort aan studentenwoningen gaan oplossen. Studentenhuisvester Duo, woonbedrijf Iedereen en bouwbedrijf Plechtvos zijn uitgekozen om het probleem aan te pakken. Een tekort wat zich dreigt te ontwikkelen de komende jaren tot zo'n bijna 1000 eenheden totaal. En dat zou wel eens een bedreiging kunnen zijn voor de Saxion Hogeschool en daarmee voor Deventer als studentenstad. Dus daar moet wat aan gebeuren. Wat is de belangrijkste bijdrage van Duo aan dit project? De verhuur en het beheer. Ik denk dat wij op het gebied van de verhuur wat te bieden hebben met een landelijk verhuursysteem, waardoor de doorstroming van studenten vanuit verschillende onderwijssteden, universiteitssteden gewaarborgd is. En op het terrein van beheer, want wij beheren 20.000 studenteneenheden, doen het al ruim 50 jaar, dus we weten waar we het over hebben. Er zijn verschillende redenen voor de toenemende vraag naar studentenwoningen in Deventer. Een belangrijke aanleiding is de groei van het aantal studenten van Saxion. Een andere reden is de sloop van woningen. Als je kijkt naar de oplossing ervoor, dan kun je aan twee dingen denken. Er zijn bestaande gebouwen die je geschikt kunt maken voor studentenhuisvesting. En er zijn ook plekken waarvan het goed kan zijn om een nieuwe studentenwoning neer te zetten.
We zijn eigenlijk met beide bezig. Ik denk dat ze ook allebei een plaats hebben in Deventer. En als je dan kijkt over geschikte omgevingen, ja, dan moet je niet te ver van Saxion en van het centrum wegzitten, want dat past goed bij het studentenleven. En het is denk ik ook belangrijk dat we op zoek gaan naar plekken waar we snel aan de slag kunnen. Wat betekent dit in de toekomst voor Saxion zelf? Nou, het maakt het voor Saxion mogelijk om ook door te gaan met ontwikkelingen in Deventer. Want voor hun is het natuurlijk alleen maar mogelijk om hier bepaalde opleidingen zich verder te laten ontwikkelen, als studenten die erop afkomen hier ook inderdaad kunnen wonen. De gemeente kijkt momenteel welke locaties geschikt zijn om studenten te huisvesten. In aanmerking komen bijvoorbeeld het Havenkwartier en de Diepeveenseweg. Deventer Energie, dat is de nieuwe energiecoöperatie uit Deventer. De stichting gaat aan de slag met duurzame en betaalbare energie voor en door Deventenaren. Een groep Deventenaren is inmiddels begonnen met het fundament op te zetten voor dit initiatief. En samen met andere inwoners van Deventer willen ze dit verder uitbouwen. Deventer Energie is een jaar of twee geleden ontstaan met de gedachte dat de energiekosten eigenlijk een hele grote rol gingen spelen in de toekomstige leefkosten. En toen hebben we gedacht van dat zou anders moeten. En toen in samenwerking met de gemeente is er toen besloten om dat niet alleen op dit huis te beperken en niet alleen op deze wijk te beperken, maar ook in heel Deventer te proberen te bereiken. En zo is Deventer Energie eigenlijk in samenwerking met de gemeente ontstaan. De energiekosten verwachten we dat die in de loop der tijd aanmerkelijk zal toenemen, waarbij dus de energiekosten, waarschijnlijk de huur en de hypotheekkosten in de loop der toekomst zullen gaan overschrijden. Dat was de motivatie. En of dat naar beneden zou kunnen in vergelijk met een verantwoordelijkheid om het milieu ook schoner te maken, is het project van Deventer Coöperatie ontstaan. De Deventer Energiecoöperatie wil Deventer in 2030 energie-neutraal hebben. Dat houdt in dat er evenveel energie opgewekt wordt als dat er gebruikt wordt. Het onderscheid tussen de Deventer Energiecoöperatie en andere energiebedrijven is dat de inwoners van Deventer de doelstellingen van het bedrijf mee bepalen. De coöperatie heeft voor oog om samen met de Deventenaren een beleid en een aantal activiteiten uit te rollen die betrekking hebben op duurzaam Deventer. En dan met name Deventer 2030 energie-neutraal. Wat wij in ieder geval voor ogen hebben is geen winstdoelstelling. Met andere woorden, de energie zal ergens opgewekt worden of ergens vandaan komen, ingekocht dan wel opgewekt. Daar zal een fee overheen moeten komen om kosten te dekken die daarbij horen. En normaal gesproken wordt er dan nog eens een keer een fors winstpercentage bij energiebedrijven opgezet om ook zo'n organisatie geld te laten verdienen. Nou, dat is in ieder geval wat de coöperatie niet wil. Wij onderscheiden ons door het gezamenlijk te doen. Wij willen het niet voor de Deventerbevolking doen, wij willen het samen met de Deventerbevolking doen. Welke aanpassingen heeft u gedaan om uw huis energie-neutraal te maken? Toen wij begonnen een tweetal jaren geleden met de gedachte dat de kosten van de energie hoger zouden zijn dan bij een AOW per maand, hebben we gezegd van nou, we willen dat aan gaan pakken, maar we wisten nog niet hoe. En dat heeft uiteindelijk geleid dat we tot een energie-neutraal huis zijn gekomen met het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van een warmtepomp, het zorgen van elektronische regelingen. Denk bijvoorbeeld aan techniek die ergens in een huis aanwezig is, die dan veranderd zou moeten worden om te komen tot een verlaging van de energiekosten. En bijvoorbeeld de verlichting, maar ook uitstraling van de isolatie is een hele belangrijke in huis. Hoe is je huis geïsoleerd? Dat is voor ieder huis is dat verschillend. Volgende week donderdagavond is er een informatieavond in de Saxion Hogeschool, waar geïnteresseerden worden voorgelicht en geprobeerd wordt ze ervan overtuigen om zich aan te sluiten bij de coöperatie. Heeft u tips, foto's of video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventer.nl.